auto's. Er zijn er te veel, zeker in de stad. En je weet wat betaalt aan onderhoud, verzekering, taksen, verbruik. Nu, in Brugge kun je daar iets aan doen. Je kunt een auto met iemand anders delen. En daarvoor bestaan er twee formules. Sinds 2004 is er Cambio. Wie ongeveer zo'n 10.000 kilometer per jaar rijdt, is goedkoop af met dit systeem. Eens je klant bent van Cambio, kan je reserveren online of telefonisch en de wagen afhalen aan een standplaats. Dat kan 24 uur op 24 uur, zonder verdere formaliteiten. Aangezien dat vaste standplaatsen zijn, hoef je er ook niet mee in te zetten om de wagen terug te brengen. Er zal steeds plaats zijn. En daarnaast is er ook nog Autopia. Eén of meerdere auto's delen met je buren. Bij particulier autodelen, Autopia, komt erop aan om de juiste mensen bij elkaar te brengen. En een autodeelformule te kiezen die het best bij je past. Vandaar dat Stad Brugge samen met Autopia twee informatiesessies organiseert. Eén daarvan gaat door op 9 juli om 19:30 in Zeldendijk te Sint-Pieters. En de tweede op 2 oktober in de Bikorf ook om 19:30. Daarna kan je een autodeelparty in je buurt organiseren met een autodeelmeester die meer praktische informatie komt geven. Je kan zeker tot 3000 euro per jaar besparen door je auto te delen. Verder vind je alle praktische informatie hier aan de balie van de mobiliteitswinkel aan de Brugse Vrije of online op www.brugge.be.